Hey, welkom iedereen in uh, deze nieuwe video die uh, eigenlijk niet echt gepland was, maar uh, waarvan ik um, vandaag meermaals eraan herinnerd werd dat het misschien wel een idee was uh, om deze boodschap met jullie te delen. Want uh, je zal het wel echt gezien hebben dat ik vorige week slechts maar één video um, geüpload heb, en de reden daarvan is dat ik eigenlijk op dat moment zelf door heel wat. Um, uh, levels of upgrades uh, aan het gaan was uh, met betrekking tot mijn eigen zielsgroei. Waardoor ik uh, ook heel veel last had van fysieke uh, klachten. Uh, en dat is net een van de redenen uh, of een van de aanleidingen om deze video op te nemen. Omdat ik het met jou wil meegeven om jou te laten uh, weten wat je eigenlijk allemaal kan verwachten. Eenmaal dat je in die uh, ascensie zit, eenmaal dat je in die bewustwording uh, bezig bent. En naarmate dat je eigenlijk groeit um, daarin. Uh, nu, in het begin van mijn uh, ontwikkeling, van mijn ontwaking, heb ik eigenlijk nooit niet echt heel veel last ervaren. Wat ik wel soms last had, was bijvoorbeeld van hartkloppingen. Nu, uh, op dat moment wist ik totaal niet meer wat er aan de hand was en dacht ik dat er echt. Um, uh, ja, iets aan de hand was met mijn problemen. Dat had ook te maken had met stress en zo, uh, meer. Nu, naderhand begreep ik dat dat eigenlijk op dat moment ook een energieverhoging was. Waar dat mijn uh, fysieke lichaam zich moest aan aanpassen. Dus, uh, en waarom weet ik dan nu ook zeker dat dat toen uh, ook het geval was? Dat is eigenlijk omwille van hetgeen wat ik de laatste weken regelmatig ervaar. En dat is eigenlijk nog een verdere opening van mijn hartchakra. Niet alleen mijn hartchakra, maar ook mijn hoge hartchakra. Um, en het afstemmen van de, het twa twaalfdelige delige chakrasysteem dat de meeste mensen ondertussen al uh, actief hebben of aan het openen zijn, um, en het, uh, aan het uitbalanceren zijn. Um, en dat uiten zich niet alleen in uh, fysieke klachten, je kan het ook merken in je emotionele uh, welzijn en ook in je mentale welzijn. Mentale welzijn in de zin van dat er heel veel angsten naar boven komen uh, en zeker nu met dat Mercurius uh, retrograde loopt, dus eigenlijk iets vertraagd vooruit gaat waardoor je het eigenlijk effect krijgt van dat de planeet achteruit zou gaan, komen heel veel zaken terug aan bod uit je verleden. Uh, dat kan zijn dat er mensen uh, uit je verleden terug weer in contact met jou komen. En dan is dat jou om te gaan voelen of dat het inderdaad uh, nuttig is om die mensen nog um, in je leven, actief um, in je leven te laten. Of dat het misschien een idee is om een cyclus, een, um, ja, een cyclus mag ik wel zeggen inderdaad, uh, met die mensen af te ronden. Want als lessen geleerd zijn in relaties, dan uh, doe je eigenlijk meer kwaad dan goed door uh, halsstarrig vast te houden aan die relaties. Dat kan gaan om romantische relaties, vriendschappelijke relaties, werkrelaties, eigenlijk alle vormen van relaties. Um, maar angsten kunnen ook bovenkomen naar aanleiding van uh, ideeën dat je hebt of um, ervaring die je hebt rond tekorten, rond geld. Um. Rond uh, hoe dat jij um, haalt zou eindelijk kunnen gaan verdienen, hoe dat jij kan voorzien in jouw levensbehoeften. Uh, eh. Dus al die dingen waar je nu tegenaan loopt, al dat, waar je nu tegenaan loopt, al de conflicten die je nu in de laatste twee weken en de komende weken nog uh, tegenaan loopt, zijn eigenlijk er allemaal om je nog meer bewust te gaan maken van wat dat er eigenlijk mag afgerond worden, wat dat er eigenlijk nog mag veranderen, wat dat er nog mag geheeld worden. Dus dat vooral op vlak van mentale. Op vlak van het emotionele, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar gaat dat vooral over emoties. Bijvoorbeeld als iemand jou iets zegt en je voelt je gekwetst, je voelt je in de steek gelaten, je voelt je uh, super boos, uh, je bent teleurgesteld, uh, noem maar op. Eigenlijk alle soorten emoties die eigenlijk heel lachtrillend zijn, waardoor je je slecht gaat gaan voelen, hebben ook te maken met zaken die in jou, de schaduwkanten die in jou zitten. Die nog niet geheeld zijn. En um, dat is nu hetgeen dat ik uh, de laatste weken nog meer heb ervaren. Dus eigenlijk al je schaduwkanten, al je blokkades, die zitten niet alleen in je energetisch systeem. Die zitten ook in je mentaal lichaam, in je emotioneel lichaam. Maar nog meer ook in je fysieke lichaam. Dus vaak zeggen ze van, uh, je moet uh, zaken loslaten in plaats van zaken een plek geven. Want als je iets een plek geeft, dan gaat het wel ergens gaan vastzetten in je lichaam. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld lage, um, uh, hoe zeg je, lage rugpijn ja, of pijn aan je, aan je onderrug uh, krijgt, uh, het kan uh, evengoed zijn dat je uh, nierproblemen krijgt, uh, maakt niet uit. Uh, eigenlijk alle soorten problemen, fysieke problemen, kan je eigenlijk een stukje teruglinken aan emotionele en mentale blokkades. Nu uh, van donderdag op vrijdag nacht. Um, heb ik eigenlijk de voor mij tot nu toe de zwaarste, en dan gisteren ook nog een stuk, de zwaarste fysieke verschuiving ervaren um, sinds eigenlijk mijn ontwaking een acht tot tiental jaar geleden. Um, en net dat wil ik je ook meegeven. Van eenmaal dat je aan het groeien bent en je energiefrequentie aan het verhogen is, komt er een punt. Dat eigenlijk acht alles in jouw fysieke lichaam ook wat gaan uitgezuiverd worden. Dat gaat van jouw organen tot in de cellen van jouw DNA, euh, je spijsverteringsstelsel, je bloedvaten. Eigenlijk alles wat je maar kan bedenken, wat je volgens de wetenschap kan vaststellen en dat je weet dat het er is. Ook al die systemen, je endocrine, endocrine systemen, en, en wat heb je dan allemaal, alles wordt gezuiverd. Um, en dus is uh, dat die um, mij ook duidelijk werd um, van donderdag op vrijdag waar ik eigenlijk de gedurende drie uur wakker ben geweest door hevige um, steken, eigenlijk het hoogte van mijn hartje Zelfs in die zin dat ik op de, op, op, uiteindelijk begon te twijfelen, omdat er wel niets ernstigs aan de hand was. Maar op het moment dat ik eigenlijk mezelf eraan overgaf, begon die pijn eigenlijk uh, weg te gaan zakken. Want wat gebeurde er in de mate dat ik die pijn en pijn, uh, maar bleef aanhouden, begon ik heel hard in mijn hoofd te gaan zitten. Begon ik na te denken en te gaan piekeren. Waardoor dat eigenlijk, uh, op dat moment dat ik eigenlijk ervoor zorgde, dat die pijn gewoon maar nog langer bleef aanhangen. In plaats van te herkennen van, oké, okay, die pijn is er, welke blokkade zou er zijn, wat moet ik nu eigenlijk gaan doen? En het is pas op het moment dat ik gevraagd heb aan mijn gidsen, en de lichtwezens van de eenheid, van oké, okay, ik kan mezelf niet healen, ik kan de pijn niet laten weggaan, wat ik anders heel snel kan doen. Um, wat wordt mij hier getoond? Wat mag ik gaan doen? En ik moet zeggen, op dat moment heb ik mij verdrietig gevoeld. Ik heb geweend, ik ben heel boos geweest. Ik heb me, ik heb me in de steek gelaten gevoeld. Um, uh, Ontgoocheling heb ik gevoeld. Um, eigenlijk alle emoties die ooit ergens in mijn leven en zelfs in vorige levens aan bod gekomen zijn en dat ik niet heb losgelaten, die zijn er op dat moment uitgekomen. De dag nadien voelde ik me nog ook heel emotioneel en was er nog een stukje de uitwerking ervan. En dan uh, gisteren voelde ik eigenlijk die, die, die blokkades een stukje zakken. In die zin dat ik dan op dat moment uh, me plots heel misselijk voelde. Mijn um, darmen begonnen heel veel pijn te doen, net als zoals je um, soms hebt als je de buikgriep hebt, of als je zoiets uh, verkeerd gegeten hebt en dan heb je plots um, uh, diarree uh, en dan moet je naar het toilet lopen. Um, Zo'n pijn, dat had ik gisteren. Ik was naar het toilet gegaan omdat ik echt dacht dat ik um, ziek aan het worden was, met al de grieptoestanden op dit moment, hè. Maar tegelijkertijd wist ik intuïtief wel van dat er iets anders aan de hand was. Dus ben ik eigenlijk ook heel snel van het toilet afgekomen. En ben ik eigenlijk op mijn bed gaan liggen. Heb ik met mijn, ben, ik, ben ik met mijn aandacht opnieuw naar die pijn gegaan. En ben, heb ik eigenlijk mee geademd um, naar die pijnen. En heb ik die, die pijn eigenlijk heel bewust ook losgelaten. Er eventjes ook laten zijn. <coughs> dat erkend en losgelaten. En eigenlijk via mijn voeten, dus via mijn beenkanalen teruggegeven aan de aarde. Ik heb natuurlijk ook ondersteuning gevraagd van mijn en van de lichtwezens van de eenheid. En uh, gevraagd om te tonen wat er eigenlijk op dat moment mocht gezien worden en wat er mocht erkend worden. Nu, waarom vertel ik jullie dat allemaal? Omdat eigenlijk op dit moment de energie, de collectieve energie op aarde, altijd maar aan het verhogen en het verhogen en het verhogen is. En wat heb ik al regelmatig gemerkt, dat uh, de zaken die ik meemaak, dat uh, een aantal mensen van mijn volgers, van mijn klanten, dat eigenlijk een, 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 een aantal weken nadien ervaren, daarom niet altijd op dezelfde manier. Maar doordat ik dat deel met jullie, dan kunnen jullie ook beter gaan weten en gaan inschatten wat er misschien aan de hand zou kunnen zijn. Dat betekent niet, als je twijfelt, dat je nooit naar de dokter mag gaan. Zeker wel. Volg dan je eigen intuïtie en volg dan zeker je eigen gevoel. Nu. Uh, de bedoeling eigenlijk van elke video, uh, of het nu gaat om tarotkaarten of een gewone video zoals deze, is eigenlijk om een stukje helderheid te brengen in de wereld, in jouw leven, in jouw wereld. Waarom? Omdat ik weet dat er op dit moment heel veel mensen zijn, heel veel zielen zijn, die het gevoel hebben dat hun leven in elkaar aan het storten is, dat de wereld aan het kapot gaan is, dat altijd maar er en naar en er, en er aan het worden is. En voor een stuk klopt dat ook. Want je kan niet ervaren waar het licht is als je niet weet waar het donker is. We leven nu eenmaal in een wereld van dualiteit. En wij als zielen zijn hier naar de aarde gekomen om te leren over dualiteit. Om te leren over wat het leven is. Want waar, van waar wij afkomstig waren was er alleen maar eenheid. Was er geen sprake van koude en warmte. Was er geen sprake van goed en kwaad. Was er geen sprake van ik en jij. Het was allemaal allem één. Dus van daaruit uh, is het logisch dat je inderdaad een aantal zaken gaat ervaren dat je minder leuk vindt. Maar dat betekent niet dat je een slachtoffer bent en dat je eigenlijk niks aan je leven kan veranderen. Je hebt de kracht in jou en alle gaven en talenten die je beschikt, je, waar je mee geboren bent, die zijn er omdat je die nodig hebt om eigenlijk het droomleven te creëren dat je hier wilt. En dat is natuurlijk het schema dat ik doe met mijn klanten ook. We gaan, gaan kijken van waar ze tegenaan lopen. Um, en gaan dan, um, gaan uitzoeken welke trauma, welke blokkade er eigenlijk achter zit, welke verkeerde overtuiging dat, er, dat ze eigenlijk mogen loslaten en gaan transformeren. En op die manier, dan, um, hervinden of herontdekken mijn klanten eigenlijk wie dat ze werkelijk zijn. Niet het, degene wie dat ze zou moeten zijn. Volgens ouders en familie of vrienden of de maatschappij of collega's. Nee. Wie dat ze echt werkelijk diep van binnen zijn. En wat dat hen ook gelukkig maakt. Wat dat maakt dat hun hart gaat gaan branden. Waardoor ze ze gepassioneerd, wat willen ze nog gaan bereiken. Waarom leven ze? Dat gaan we allemaal op zoek in de sessies dat ik doe met mijn klanten. En dat is ook de reden waarom dat ik ondertussen. Uh, waardoor dat video's uh, deel worden, omdat ik blogjes schreef, om ervoor te zorgen dat er eigenlijk zo min mogelijk uh, angsten verspreid wordt, dat er zo min mogelijk verkeerde visies en ideeën verspreid worden, uh, want er is al genoeg verkeerde informatie beschikbaar op het internet, en daarom probeer ik vanuit de wijsheid en de, de, de leiding dat ik zelf kreeg van de lichtwezens van een hogere uh, dimensie, om dat jullie op densiteit, om dat aan jullie uh, mee te geven en te delen. Uh, want uiteindelijk is mijn, uh, mijn doel, mijn missie, om een stukje pad vrij te maken. Voor iedereen, voor de mensen die nu nog niet kunnen zien waarheen ze kunnen, waar, waar dat de oplossingen liggen, waar dat eigenlijk hun droomleven ligt, of hoe dat ze dat kunnen bereiken, doordat ze eigenlijk nog veel te vaak vastzitten in hun eigen angsten. En, angsten zijn niet erg, maar angsten zijn illusies. Angsten zijn illusies van je gedachten. Angsten zijn er gemaakt door je ego. En waarom? Om je eigenlijk in het systeem te houden zoals het nu is. Maar, eenmaal dat je dat door hebt, dan zal je je ook niet meer laten tegenhouden door je angsten. <coughs> <coughs> en ze proberen mij al de mond te snoeren. Want. Uh, ik krijg al een hele krop in mijn keel. Maar het dus is de bedoeling dat de waarheid gesproken wordt. Dat jij jouw waarheid spreekt. Dat ik mijn waarheid spreek en mijn waarheid deel. En dat ik er ook voor zorg dat uh, jij, en eigenlijk elke mens, elke ziel hier op aarde, zijn droomleven kan leiden. Dat we allemaal kunnen groeien in die nieuwe wereld. En uh, dat we samen verder kunnen. Dat we samen. Die harmonie en die vrede op aarde kunnen gaan creëren. En het coronavirus, daar hoef je je ook geen zorgen in te maken. Hou je energie hoog, denk positief, focus niet op het uh, coronavirus of wat dan ook. Als jouw ziel een afspraak gemaakt heeft om op die manier het leven hier nu te verlaten, dan kan je dat toch niet ontlopen. En dat lijkt misschien heel raar en heel negatief, maar het is gewoon zo. Je kan de, de, de afspraken die jouw ziel gemaakt heeft voordat je geboren werd, kan je niet ontlopen. Je had de lessen leren dat je hier te leren hebt. Dus het heeft geen zin om je vrije wil te gebruiken om tegen alles wat je eigenlijk al afgesproken hebt tegen, daar tegenin te gaan. Dus waarom zou je eigenlijk blijven vechten tegen jezelf, eh, als je de keuze hebt om eigenlijk je vrije wil te gaan gebruiken, om eh, keuzes te maken die alleen liggen met je ziel, wat dat maakt, dat je eigenlijk... Eh, ik ga niet zeggen sneller jouw uh, droomleven gaat gaan creëren, maar wel dat je voor een stukje zaken moeitelozer voor gedaan krijgt. Of uh, kan gaan verschuiven, gaan, gaan veranderen. Er gaan dingen gebeuren, puzzelstukken gaan verschuiven, waar, waarvan dat je eigenlijk vroeger had moeten aantrekken en sleuren. Terwijl als je keuzes maakt die alleen liggen met je ziel, dan maak je de keuze, neem je een stap en dan ga je zien dat er heel veel dingen gaan schuiven en gaan veranderen. En net dat zijn de dingen dat ik, dat ik jou wil leren en wil jou uh, en ga jou gaan tonen. Uh, door al de video's dat we de komende maanden en jaren nog gaan opnemen. Door de video's dat ik al gemaakt heb. Uh, door de readingen dat ik geef. Is ook een stukje leiding en ondersteuning. Uh, over wat dat je kan verwachten en welk thema dat je bijvoorbeeld kan gaan. Uh, uh, je aandacht gaan op focussen, of dat je eigenlijk ook vooral gewoon weet van wat er aan de hand is, collectief, zodanig dat, je, uh, dat die inzichten jou meer helderheid geven, want die helderheid geeft jou ook kracht. Uh, en dan ga je meer en meer ook het vertrouwen krijgen om eigenlijk uit die slachtofferrol te stappen en om te gaan beseffen dat je eigenlijk niet krachteloos bent, dat je een slachtoffer bent van niemand, maar dat je altijd opnieuw weer de keuze hebt om één. Te beslissen op welke manier je naar je situatie kijkt. En twee, om stappen te ondernemen om je situatie te gaan verbeteren. Zo, zijn er nog dingen dat ik uh, moet zeggen? Nee? Um, maart is uh, de maand van de lente. Dat betekent dat je gaat beginnen merken na deze week. Dus nu deze week nog niet, aangezien dat Mercurius nog steeds uh, vertraagd loopt. Dus eigenlijk in de retrograde loopt, zoals dat ze dat zeggen. Uh, maar vanaf dan, <coughs> dat betekent dus ook dat je deze week best ook nog niet met nieuwe uh, objecten of nieuwe projecten start. Maar zorg dat je dingen afrondt, dat je uh, uh, een stukje lengte schoonmaakt, houdt. Jezelf uh, je lichaam detoxt. Uh, en nagaat van welke keuzes zij wil gaan maken, wat dat je dromen zijn, wat hij wil gaan bereiken in je leven. Dat zijn dingen die je deze week mee kan gaan bezighouden. Uh, verbinden met de natuur, verbinden met je intuïtie. Uh, gaat gaan uh, opschrijven in je dagboek of in je journal, uh, bullet journal. Uh, uh, schrijf gedichten. Uh, allemaal om die verbinding met je ziel te gaan versterken. Want vanaf uh, de volle maand op 9 maart, volgende week maandag. En dan, uh, een aantal dagen daarna, ga je ook merken dat de energie uh, iets sneller gaat gaan. Waardoor het eigenlijk belangrijk is, dat je, als je weet waar je naartoe wilt, dat je eigenlijk kunt meeliften op die versnelde en die hogere energieën. Zo, um, dat zal het zijn voor nu. Ik uh, hoop dat jullie wat wijzer geworden zijn. En uh, mocht je vragen hebben, mocht je bedenkingen hebben, zet ze in de comments onder de video. Wil je met mij me samenwerken aan jouw groei? Dat kan dat ook natuurlijk. En dan kan je um, kiezen op elke manier. Je kan via reading, channeling, healing of een transformatiesessie. Afhankelijk van waar je bent en jouw groei en wat je op dit moment nodig hebt. Kijk rustig op de website. Uh, kom je er niet aan uit, stuur me een mailtje. En dan kijken we samen wat het beste is voor jou op dit moment. Zo, uh, en zoals mijn kinderen altijd zeggen. Mama, vergeet niet te zeggen dat ze drukken op like en subscribe. Zoals ze in de Engelse video's zeggen. Uh, maar dat zou ik natuurlijk heel fijn vinden. Zo, tot in een volgende video. En ik wens je een fijne week. Daag!